En die is daarboven in de hemel. Geloof is toch wel het allerbelangrijkste wat er is. Ik ben niet Jehovens getuige, maar wil ik dat wel. Luide Trien. En dat is de Heer again! Goedemorgen! Goedemorgen. Nou, dit is dag 2. We gaan nu even op het dak kijken. En ja, we weten niet wat we zo gaan doen, maar ik heb er zin in ieder geval vandaag. Ik heb zin om uit de stad te gaan, maar we gaan nu even op het dak om een laatste blik van de mooie stad van Amman te zien. Echt wel een grote stad hier, hè? Het is echt wel een grote stad. Hey, hi! Nice hey. Wonder. Okay. Have a nice day. Thank Wondering you. Wondering what it will be. Ja, het is tijd om kennis te maken met de bijzondere geschiedenis van dit land. Na een Bijbelse reis eindigen jullie op de mooiste filmlocatie ter wereld. Vergeet je cowboyhoed niet. Nou, waar zullen we het hebben? Wat gaat er werken? Wat gaat er of niet? Nou, dat mag ik hopen. Ik heb geen cowboy bij me. Ik heb er 2. Er zitten wel wat gaten in en wat tirelantijntjes. Maar ja, dan past hij wel bij me. Het staat leuk bij je haar, joh. Oh, thanks. Nou, kom. Want, let's go. Wat leuk geweest, nou. Christina, moet je even weten waar ik allemaal last van heb? Een blauwe plek op mijn elleboog en hier. En die doet wel echt heel erg veel pijn. En mijn knie en mijn linker en rechter schouder. Heel erg last van mijn nek. Een beetje misselijkheid ook. Mijn linker heup. En steken ook hier. Oké. Maar het is echt geen grap. Ik heb zoveel last overal. Heb jij nog ergens last van? Zit van mij. Zit laatst van. We gaan dus nu naar een kerk toe. Ik heb mezelf wel goed bedekt, maar mijn rug die is een beetje open. Dus ik ga even een andere jurk pakken. Gelukkig heb ik genoeg bij me ervoor. Want ja, met alle respect, ik ben op een hele mooie plek aangekomen. Ja, echt fantastisch. Bijbelse plek. We gaan het allemaal meemaken. Ik ga me even omkleden. Ik word een beetje moe van mezelf. Zo. Welcome everybody to Mount Nebo site, the Moses Spring Valley. And at the time of Moses, where he used his miracle stick and he struck the rocks, and the water came from under the ground. Jij vindt het allemaal heel interessant, hè? Maar dat komt door dat je Jehovens getuige, toch? Nou, ik ben mijn moeder is Jehovens getuige, dus ik ben sowieso opgegroeid met geloof, omdat ik denk dat geloof is toch wel het allerbelangrijkste wat er is. Dan heb ik het niet over religie, maar gewoon over het geloof zelf. En dit is het enigste wat wij zeg maar weten waar we vandaan komen, de Bijbel. En ja, dit is een Bijbelse tour. En waar het mens ook vandaan komt, dat komt allemaal uit één boek. En dat is de Bijbel, waar Mozes in voorkomt. En dat wij hier nu staan en kunnen zien waar hij zijn staf heeft gebruikt. En waar God heeft gesproken. Ja, ik vind dit een van de mooiste dingen om mee te maken. Ja, ik vind jouw enthousiasme heel mooi. Ik ben zelf niet gelovig, maar je weet het gewoon niet. Dus ik vind sowieso, ook al zou het een waarheid of verhaal zijn, ik vind het wel echt prachtig om te zien. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Welke naam? God is een titel. Wat is de naam van God? Dat is Yahweh. J-H-W-H. Hij heeft zijn naam gegeven aan Mozes en hij heeft ook zijn schaduw laten zien. Dus wij noemen hem Jehovah. Ik ben niet Jehovens getuige, al wil ik dat wel. Maar dan rust hij hier. Even beoefen je nog je geloof? Je bent wel zo opgevoed? Ja, ik ben niet heel erg zo opgevoed. Mijn moeder liet mij altijd gewoon wat ik zelf wilde. Maar ik bid wel heel veel. Want maar je maakt wel ruimte en tijd voor ik God, Ik maak wel maar. Ruimte en tijd voor. Okay. En bidden is natuurlijk ook een soort meditatie. Andere mensen halen gewoon een ander boek, weet je wel. Wat zo geschreven is en verzonnen. Dan lees ik toch liever iets. Lord wat the echt Rings. Interessant is. Dit vind ik ook best wel Lord of the Rings, hoor. Nee? Okay. Het leest niet echt lekker weg, nee, de Bijbel. Dan moet ik je wel nee, toegeven. Geloof ik. Ik vind het in ieder geval heel interessant en mooi. En ik ben heel blij dat we dit samen kunnen delen. Ik ook. Ik vind het allemaal heel leuk dat je zoveel hiervan af weet. Ja, zoveel. Ik wil gewoon heel veel leren nog. Ik
ik hou ervan bij elke mooie uitzicht om gewoon heel om langzaam... Om eventjes erbij stil te staan ook. Nou, even mijn hand op je rug gewoon. Ja, maar dat doen wij heel de tijd. Ja, maar dat is gewoon genieten. Dat is samen genieten. Dat is connecten. Ik ben even aan het connecten met de aarde en met jou. En, nou, als je wil connecten met de aarde, moet je wel je schoenen uitdoen. Want ik weet dat je met Nike's niet kan connecten. You can follow me on Spotify. Hela, hela. Okay, next. Gazelle, what time is it? Oh, express yourself. Hello, ik heb ook zwak. Guys like what? Maybe move your butt. And let's say it again. We zijn toch hier gestopt in deze stad, want hij is meer dan 3000 jaar oud. En we hebben van onze guide gehoord. Dat zie je ook wel. Dat meer dan drie... Zeeu, luister naar me! Omdat de stad meer dan 3000 jaar oud is. En jij bent zo geïnteresseerd in kerken. Ja. Dus hier blijkt een hele mooie, een hele oude kerk te zijn. Heb je hem nou gehoord, ADD? Ja. Oké, okay, kom. Ik heb even oversteken. Oké. Okay. We gaan naar de kerk. Wauw. Jezus helemaal gemozen. Wacht even, kijk. Zo, wat is dit dan voor angst? Dat... Ja, dat weet ik niet. Het is ook mijn geloof niet. Wat is het verschil tussen dan geloof dat je andere verhalen... Zijn er andere verhalen of andere afbeeldingen? Wat het verschil is, er werd verboden om naar andere goden te maken. Dus je mag niet bidden naar handgemaakte dingen. Een kruis met een Jezus erop, dat is toch allemaal met de hand gemaakt? Nou, maar dat kruis, kijk, dat is ook weer niet waar ik in geloof. Want dat kruis bijvoorbeeld... als iemand nu zeg maar voor mij doodgaat met een pistool, dan vangt hij een kogel voor mij. Dan ga ik niet als, als dankbaarheid een kogel om mijn nek doen. Als een symbool. Ik zie het kruis als een moordwapen. Snap je? Dus het kruis voor mij vind ik eigenlijk afschuwelijk omdat het een moordwapen van Jezus is. Dus dat is ook een reden waarom ik ook niet voor het kruis niet draag. En dat ik dat niet aanbid, zeg maar. En geen waarde aan hecht. Het is een moordwapen in die tijd. Er is ook maar één God en die is daarboven in de hemel. Oké. Dus daar bid ik naar, dus niet naar Jezus, dat is de Zoon, dat is het lam, dat is het offer. Hij is doodgegaan voor de zonde van de mens. Mijn stem kwijt. We zaten eigenlijk 3,5 uur in de auto. We weten niet precies waar we zijn, maar we zijn nu bij een hotel. En ja, we zien morgen meer. Welkom to Petra. Oh, kijk die paarden dan. Weet je wat me ook leuk lijkt? Om op een strandpaard te rijden. En ik doe heel stoer en ik doe goed paard. Ik heb het heel lang niet gedaan hoor. De laatste keer dat ik het heb gedaan was ik 21. Hey, wacht voor een kaartje. O jee. Mag ik je het gelijk? De entree die Indiana Jones hier maakte staat bij velen in het geheugen gegrift. Bedenk een entree die niet voor die van hem onderdoet. Dus dus we moeten een entree maken die net zo spectaculair is. Die niet te onderdoet van wat hij heeft gedaan. Oh, nou. Nee, dat maken we toch sowieso al. Al bij één tip eruit. Maar nee. Neem jij die bruine? Ja, dat staat ook beter bij mijn outfit. Oh, you've got a whip. Ja. Ik wil zelf doen. Ja? Nou, Indiana Jones staat gewoon heel lui op paarden. Lui, Trien. We springen gewoon op met dit ding.
kan niet sneller. Ik zei, ik krijg een Peugeot 106. Ik wil een Ferrari. Waar gaat die 9 jaar dressuur? Gewoon nep, zo mooi is het. Maar hier zit een story achter, je hebt zich dingen afgespeeld, jongen. Oh, wauw. Kunnen we daar binnen? Ik wel. Zo zien! Hij is groot, man. Ik weet dat zijn van die dingen die uit de tempel komen. Hey, ik zie heel veel wespen hier. Zo. Ja, het zijn zeker van die beesten die uit de tempel komen. Ik heb nooit een kameel in het echt gezien. Mama sugar. We zijn voor de rest niet tuttig, hoor. Kijk daar, die lijkt het. Die kameel doet ook die poos. Precies, stil ben ik. Die kameel lijkt op mij, hè? Maar jij koud als een kameel. Ja, die daar bedoel je. Nee, die is er gewoon aan het poseren. Kijk helemaal. Modelpoos, alles. Dat is Sylvia. En dat is Christina die een kauwgompje aan het eten is. Ja. Nou, Christina, ik vond het echt een magische dag. Wat gaan we morgen doen? Onze dag zit erop voor vandaag. We vonden het heel erg leuk. Dus dit was alweer de tweede aflevering. Maar als jullie het ook leuk vonden, vergeet niet te liken, sharen en abonneren.